Ik weet gewoon dat ik het weer ben. Ik heb er helemaal geen zin in. Gewoon altijd een beetje zenuwachtig. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Deze week is Moeijes aan de beurt. Dat betekent dat zij geblinddoekt in de auto wordt gezet en naar een voor haar nog onbekende locatie wordt gereden. Oh, ik ben het niet! Zodra de zak en de koptelefoon afgaan, heeft ze nog 10 minuten voordat ze hetgeen moet gaan doen dat ik voor haar bedacht heb. Doei. Ik zit thuis ziek op de bank en dat komt omdat het tegenwoordig de ene keer 20 graden is en dan weer min 10 en ik me dan te koud aankleed omdat ik het weerbericht nooit check. Nou, super belangrijk dus dat weerbericht. En degene die deze week de lul is, die mag dat live gaan presenteren op tv. Succes daarmee. Hou je weg. Wat leuk, wat, oh mijn god, wat spannend. Live, ik ben heel blij dat ik dat niet ben, want dadelijk zeg ik iets doms en dan is het al op tv. En dan kan het niet meer terug. Nou, daar gaan we. Oh, wat grappig. Oké, Mo? Ja? Oké, dit wordt spannend. Oh my fucking god, sorry. Wat gebeurt er? Ik had het zo ook niet door. Staan we in de lift? Nee, want we staan buiten. Gek, hè? Wat moet ik doen? Oh, opstapje. Omhoog met dat been, ja. Oh, wow. Oké, Mo. We hebben wel echt haast. Oké. Dus, ja, daar gaan we. Wat? 3, 2, 1. Oké. Welkom. Hi. Weet je waar je bent? Ergens in een studio. Met heel veel camera's. Ja, we gaan een weerbericht doen. En jij gaat live over een kwartiertje ongeveer. Dus er kan echt niks verkeerd gaan. Dus we gaan gelijk wat doornemen. We hebben twee camera's. Twee camera-shots. Het is een weerbericht dat duurt drie minuten. Ja. 3,5 ongeveer. Ja. Dit is het dingetje waar je mee naar voren gaat. Ja. Komen drie adviesiconen komen tevoorschijn. Daar kun je wat over vertellen. Ik zal het weerbeeld ook gelijk vertellen. Het wordt onstuimig. We krijgen veel wind, windstoten. Ja. Files waarschijnlijk morgen in de ochtend. En we krijgen heel veel regen. Dus daar kun je hier wat over vertellen. Ja. Vervolgens loop je samen met mij, nu, maar zo direct alleen. Dan krijg je twee foto's in de schermen. We hebben die achterste foto die je hier ziet, daar zie je nog de wegtrekkende bewolking van vandaag. De wegtrekkende bewolking. Precies, ja, maar dat zijn dingen die je echt moet zeggen. Je hebt maar ongeveer tussen de 50 en de 100.000 mensen die er naar kijken. Dus doe je best. Vervolgens loop je naar dit stickertje. Ga je naar een andere camera. Je ziet het aan die lampjes. Nou, dan ga je vertellen over, nou, er is heel veel regen gevallen. We staan hier net achter, maar dit is een regenmeter. Oké. Dat is de regen van de afgelopen nacht. Ja. Maar, en dan gaan we vervolgens naar de drukverdeling. Lage drukgebied. Ja. Lage drukgebied. Goed? Ja, dit lage drukgebied, dat komt dan zo, gaat... Oh nee, dat... Ja, oh, nou, dan werkt. Druk je nog een keer, dan gaat het allemaal bewegen, dan zie je wat er gaat gebeuren. Van alles hier. Ja, je mag er lekker naar wijzen, kijken. Hoe lang heb je nog nodig, maar? Wat zeg je? 5 minuten. Oké, nog 5 minuten. Oké. Gaan we nog even wat vertellen, want de wind die gaat aantrekken. Nou, vervolgens komt dan de nacht en dan kijk je naar die camera. Dan wissel je weer. Oh, ja. Morgen. Ik had echt mijn lens weer moeten doen. Van Groningen in de richting van Zeeland. En vervolgens doe je 1 stapje naar voren. En dan vertel je nog even wat het weer de komende dagen gaat doen. En dan zeg je, nou ja, dit was het tot zover. Heel fijne avond. Dus, ik geef jou de trigger. Ja, nog even nog 1 klein dingetje qua shots. Wat even handig is op het moment dat je vanaf de beginpositie naar de foto's toe loopt. Probeer dat te kijken als je nooit op de rug kijkt. Probeer altijd een beetje met je gezicht in de camera te blijven. Ja. Op het moment dat je van de foto's draait naar het grote scherm, probeer dan in 1 keer van camera te wisselen. Dat je niet heel lang naar die camera blijft kijken en dan gaat lopen, want dan kan ik je nooit schakelen. Dus op het moment dat je gaat lopen, gelijk de andere camera pakken. Dat is even goed. Mo, hoe voel je nog 3 minuten, Mo, nog 3 minuten. Oh, wat spannend allemaal. Oh. Dit staat wel hoog in het lijstje van een van de spannendste dingen die ik ooit heb gedaan. Maar vooral omdat ik echt niks hiervan weet. Dus dit gaat een typisch fake it till you make it worden. En ik heb mijn lens niet in, dus ik zie niet wat er gebeurt op de... Ja, kan dat oprecht? Ja. Oh my god, en misschien als je toch... Want wel heb je iets onder dat over het jas? Misschien moet je even het jasje uitdoen. Ja, jasje dan uit. Heb je daar geen sneeuw op zitten. Snap je? Je hebt 3 minuutjes om het te doen. Even hier staan. Dit is je beginpositie. Oh, dit is begin, toch? Moet ik alsnog daar staan? Nee, we gaan hier beginnen. 2 minuten. Jullie moeten wel zacht zijn en meepraten. Dat komt weer in de zin, dus, hè? Ja, en echt uit beeld is echt hier op de... Dus lopen van daar. Ja, het begint hier. Nou, Mo, oké, succes. In 5, 4, 3, 2, 1.
titel. Goedemiddag allemaal. Ja, dit was het weer van vandaag. Dit is het weer van morgen. Het gaat regenen. Er staat ook aardig wat wind. Dus je kunt een hoop file verwachten. Dus ga op tijd van huis. Want anders kom je te laat op je werk of op je afspraak of daar waar je heen moet. Oh nee. Foto's. Ja, mooie foto's. Nou, het was echt een lekkere ochtend vanochtend. De wegtrekkende wolken zie je. Het zonnetje komt op. Echt een fijne ochtend om buiten te wandelen. Met bijvoorbeeld, zoals je ziet, een hond. Ja, het is een heerlijke herfstdag. Geniet er ook van. Dus mocht je nog op tijd terug zijn van je werk, ga dan lekker naar buiten. Want het is heerlijk weer. Hier zie je nog wat van deze foto's. Er is natuurlijk wel wat regen gevallen. Dus doe ook een lekkere dikke jas aan. Het begint steeds wat kouder te worden, helaas. Maar voor deze tijd van het jaar is het nog best wel lekker weer. En daar mogen we ook gewoon van genieten. Dus ga vooral naar buiten. Ja, ook hier zie je nog wat mooie foto's. De blaadjes liggen op de grond. Het is heerlijk. Ik klaag eigenlijk niet, want ik vind het best wel fijn. Je ziet hier alle hoge en lage drukgebieden. Er komt best wel wat rumor aan. Ja, je ziet van alles gebeuren. Heel veel wolken en ja, wel veel onrust. Dus het gaat... Ja, er komt wel echt wat meer storm aan, zoals je ziet. Rode wolken. Nu weet ik er niet te veel van, maar ik zou hiervan in paniek raken. Trek vooral je winterjas aan, haal hem uit de kast. Zorg dat je een regenjasje hebt voor je hond. Want dit komt over ons heen komende dagen. Ja, windkracht, zo. Nou kijk, en dan klaart het weer gelukkig wat op. Vannacht is het heerlijk. Vanavond is het iets minder aan het regenen. In de loop van de nacht gaat het iets meer regenen. En dan wil ik jullie allemaal een hopelijk droge avond wensen en een hele prettige dag nog. Oké, we zijn iets te kort. We zijn er nog niet hoor. Oh, we zijn er nog niet. We gaan nog even door. We zien namelijk dat het blijft regenen. Het is 9, 10 graden ongeveer. Nou, het gaat een beetje het hele land door. Het valt dus best wel mee. Normaal rond deze tijd is het een stuk kouder. Ik geniet er vooral heel erg van. En ik zie dat ik moet... Ja, ga er maar in. ...knipperen. Zo, ja, we gaan even het land door. Zoals je ziet, het is in Groningen iets meer aan het regenen. Maar als we meer naar... Even kijken, als we meer hier gaan, dan is het een stuk lekkerder. Want provincie, daar schijnt Zeeland. Dus ik zou zeggen, ga lekker richting Brabant, lekker Zeeland, want dat is allemaal een stuk fijner. Dus ga daarheen. Nou, druk nog maar een keer op het zonnetje. En eruit. Ja. Nou, Underscore er weer bij. Dit was het. Ik hoop dat je allemaal... Oh, dit was het nog niet. Dit is het komende week. Zoals je ziet, het gaat enorm waaien. Maar het gaat gelukkig niet te veel regenen. Het wordt tussen de 7 en de 4 graden. Nou, zelfs wel iets meer. Het gaat zelfs richting de 11 graden. Voor deze tijd van het jaar, ik kan het blijven zeggen, maar dat is best wel fijn. Geniet daar ook van. Waar het kan richting het weekend, ga lekker naar buiten wandelen, want dat zal je goed doen. Heel erg bedankt voor het kijken en een hele fijne middag. Dat was hem. Oh, je begon zo goed. En je eindigde ook goed. En ik eindigde ook goed, maar alles in je bent drie keer geëindigd. Ja, ik ben wel echt drie keer geëindigd. Elke keer dacht ik, dit was het. En dan moest ik nog doorklikken. Maar hoe voel je? Was het spannend? Was het raar? Ja, dat is echt als je nu een hartslagmetertje om moet doen. Jij ook de hele tijd over honden en honden. Ja, ik zag op die plaatjes, maar het wordt helemaal geen lekker weer. Jawel, een beetje zonnetje en het is hartstikke warm voor deze tijd van het jaar. We krijgen een natte sneeuw zaterdag. Maar ja, dat zag ik niet. Ik zag geen sneeuwvloedjes. Jij was het zonnetje. Maar je hebt het echt goed gedaan. Je bleef redelijk rustig. Ach, rot, dit was helemaal niet goed. Nee. Het begin ging echt goed. En toen op een gegeven moment... Oh, nee. Ik ben gewoon heel snel tevreden. Maar het is dan toch wel iets wat ik me altijd... Ja, you're the good. Ik heb nog nooit iemand zo precies horen zeggen. Goed gedaan. Nou, top. Ja, dat was hem. Dankjewel. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Thanks voor het vertrouwen in Moïse. Nou. Ja, je mocht er toch maar even staan. Ik vind het cool hoor. Wie kan dat nou zeggen? Nou, willen jullie volgende keer ook iets leuks voor Lieke? Dat ze zo'n leuke opdracht doet. Laat vooral weten als je leuke tips hebt of ideeën. En tot volgende week. Ik ga het heel erg maar vallen. En we gaan... we krijgen dus sneeuw. Natte sneeuw. Natte sneeuw. En heel veel zon. Ja. En denk aan je hond, dat hij een jasje aan heeft. Dat is heel belangrijk.